Maar gelovigen, zinkende mededelingen. Vandaag het feest van alle heiligen. Morgen alle zielen. De priester mag drie missen opdragen. Dan... Verder is de eerste vrijdag van de maand. Geen gedachtenis. Zaterdag de heilige Carolus Borromeus. Bisschop en beleider gedachtenis van de heilige Nuditalis en Agricola, martelaren. En zondag, de 23e zondag na Pinksteren. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan. Maar geloof ik, ga eens een woordje zeggen, omdat... niet iedereen of veel mensen niet kunnen aanwezig zijn morgen. En ook de mystie kunnen meemaken. Het woord te zeggen over de aflaten. Het is morgen dus alle zielen. Er is een speciale aflaat mogelijk. De zogenaamde totius cotius van 2 november. En ook de ganse maand kan men speciaal aflaten verdienen. Voor de ziel in het vagevuur. En ook in het octaaf van alle zielen kan men speciaal aflaat verdienen. Ik ga kort zeggen wat een aflaat is. De meesten van u weten het al. Het is dus een kwijtschelding van de straf die overblijft na de penitentie van de goede biecht. Ik zeg wel biecht, want na de doop, zoals men na de doop zal sterven, zijn er geen straffen meer uit te boeten. Bij de biecht wel, en daar hoort dus de penitentie bij die men krijgt, maar vaak is dat niet voldoende, en dan moet men nog door goede werken, dus zijn straffen uitzitten, die dus overblijven van vergeven zonde in de biecht. Dus de biecht haalt dus de hele straf weg, maar niet alle vagevuurstraffen. En men kan ook vagevuurstraffen hebben van gewoon dagelijkse zonden, die men niet gebiecht heeft, bijvoorbeeld. Men is niet verplicht van dagelijkse zonden te biechten. En dat is dus een macht van de paus, een regerende paus, door Christus gegeven, wat gij zult binden op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Wat je zult ontbinden op aarde zal ontbonden zijn in de hemel, door een zogenaamde sleutelmacht. Hij kan dus putten uit de schat, de geestelijke schat van de kerk, de verdiensten. En verdiensten die verdiend zijn door heiligen, meer dan er voor hun eigen nodig was, meer dan voor hun eigen nodig was, kan hij dus toepassen op andere gelovigen die het nog nodig hebben, die niet voldoende verdiensten hebben om van hun straffen af te komen. En dat komt omdat men de gemeenschap van de heiligen heeft. In de gemeenschap leeft een familie van God. En in de familie zijn de rijkere leden, gaan de armere leden helpen. Dat is normaal, dat is de wet van de liefde. Wel, die aflaten zijn zoals u weet verscheiden. Je hebt aflaten die men kan toepassen op zichzelf. Dan is men zelf al die schulden kwijt. Die vagevuur schulden, straffen. Ofwel toepassen aan de zielen van het vagevuur. En dan verminderen die straffen in het vagevuur door bijvoorbeeld een gedeeltelijke aflaat. Maar door een volle aflaat worden ze volledig uit het vagevuur verlost. Als het op het ziel wordt toegepast van het vagevuur, als het op onszelf wordt toegepast, dan hebben wij geen straf meer uit te boeten. Als men dan zou sterven, na een volle aflaat gaat men recht naar de hemel. Dus daar ziet men de buitengewone goedheid van die aflaten. Wel, ik kom nu eventjes terug op de maand november, dus die toegewijd is aan de zielen. Hier staat in het Frans, ik ga het even vertalen. Het zijn dus de aflaten die door de pausen zijn toegezegd voor het concilie natuurlijk, voor de ketterij van Paulus VI.
Want de spijt van Paulus VI heeft dus de aflatencodex herzien en zelfs veranderd. En Johannes Paulus II heeft het nog verder afgewerkt. Maar hun herziening is ongeldig, omdat zij antipaus zijn. Een antipaus heeft totaal geen macht in de kerk. Dus die aflaten die zij dus afschaffen, zijn niet afgeschaft. En die zij bijvoegen, zijn niet bijgevoegd. Dus dat is een zeer grote dwaling van de broederschap Justine, om dus die aflaten van Paulus VI en van Paulus II te aanvaarden en die echt geldende aflaten van echte pausen te verwerpen. Dus dat is echt een ramp, want dan worden die zielen niet meer geholpen of niet meer fatsoenlijk geholpen. Ik zeg niet meer fatsoenlijk, want soms worden ze wel geholpen, want sommige aflaten komen overeen van vroeger en dus van die conciliaire, maar andere dan weer niet. De voorwaarden zijn veranderd. Voor de maand november hebben we dus, dat is minder gekend, maar dat is toch wel interessant om het te weten, aan alle gelovigen die gedurende de maand november enkele gebeden doen, of een andere vrome oefening, voor, ten voordele van de zielen van het vagevuur, wordt er toegezegd een gedeeltelijk aflaat van 3 jaar, één keer, dus per dag, maar elke dag van de maand. Dus elke dag kan men dan van de maand november een gedeeltelijk aflaat van 3 jaar bekomen. Een volledige aflaat, dus een volle aflaat, indien men gedurende die maand elke dag deze oefening heeft gedaan. Aan de gewone voorwaarden staat erbij. De gewone voorwaarden zijn dat men dus, ja, men moet altijd in staat van genade zijn natuurlijk. Anders kan men niks verdienen, zonder mij kun je niks doen. Maar dan zijn de voorwaarden dus biecht 8 dagen voor of nadien. De mis dezelfde dag of nog een, dus 8 dagen nadien. Een bezoek aan een kerk of een kapel of een semi-publieke kapel zoals hier. En een gebed voor de tententie van de paus. Maar omdat er geen paus is, zijn het de intenties van de kerk. Namelijk onder andere de eenheid onder de christen vorsten, als die er nog zijn. De bekering van de ongelovigen, dus de bekering van de ketters. En dus de expansie van de kerk. Dus de belangrijke intenties die een goede paus zou moeten hebben. Dus aan die intenties moet men dan enkele gebeden doen. Meestal was dus men een gebed naar believen, meestal is het een onze vader, wees goed en goede vader, maar dat is aan vrij. En wat is nu die 3 jaar aflaat? Dus dat betekent niet dat men 3 jaar minder in het vagevuur zit. Want inderdaad, men zit een tijd in het vagevuur. Als men tot het vagevuur wordt veroordeeld. Er zijn sommige zielen die tot het einde van de wereld in het vagevuur zitten. Anders zitten daar maar een enkele ogenblikken. Dus dat hangt af van welke straffen men nog moet uitboeten. Wel 3 jaar aflaat, betekent niet dat men 3 jaar minder in het vagevuur zit, maar dat is dat men zoveel vermindering krijgt van straffen die overblijven, dus na de penitentie van de goede biecht, als dat men verdiende in de eerste eeuw van het christendom door een zware publieke penitentie van 3 jaren. Dus dat is mijn krijg verbinding van het vagevuur, dat gelijk staat aan een zware penitentie van 3 jaren. Dus dat wil zeggen een gedeeltelijk afstand van 3 jaar. Dan een tweede concessie voor de maand november. Al diegenen die gedurende dus de maand november een devotie doen, dus een gebed doen of een kruisweg bidden of het een of het andere gebed doen, ten voordele van de ziel in het vagevuur. Dus ze zeggen, nou God, dit gebed, met dit gebed vraag ik dus dat de ziel in het vagevuur worden geholpen om vlugger uit het vagevuur te komen, want wij kunnen ze helpen. Wij zijn de enige, zij kunnen zichzelf niet meer helpen. Zij zitten met een uitspraak van een rechtvaardige rechter.
En het is gewoon, ze zitten onder het regime van de rechtvaardigheid. Maar wij zitten in het regime hier op aarde van de barmhartigheid. En we kunnen die barmhartigheid toepassen op al onze naasten, zelfs de zielen in het vage die ook onze naasten zijn. Wij zijn behoren tot dezelfde kerk. Eén kerk, het is een andere verdieping van dezelfde kerk, bij wijze van spreken. Wel, dus die oefening dan gedaan wordt, niet overal zoals het de eerste concessie, maar in een kerk gedaan wordt. Dat deze oefening in een kerk wordt gedaan. Dan krijgt men een aflaat van 7 jaar, één keer dus elke dag. Men kan maar één keer per dag bekomen. Maar de ganse maand november, en ook weer een volle aflaat, indien ze deze oefening doen, minstens 15 dagen van de maand november. En met, dat doet wel de biecht, de communie, en gebeden voor de kerk. Dus gebeden voor de licentie van de kerk, dus van de postnormaal, of in dit geval van de kerk. Ziet je? Maar dus het verschil tussen de eerste en de tweede, dat de eerste mag gebeuren overal. Maar men moet dan toch nog een bezoek brengen naar een kerk. Maar die oefening hoeft niet in een kerk te gebeuren. En die tweede is een oefening die in de kerk gebeurt, of in een kapel. Dan de meer gekende volle aflaat van totius quotius van 2 november, dat is dus morgen. Dus aan gelovigen die de 2 november, dus op alle zielen, een kerk, een bidplaats, een kapel, of een semi-publiek, nog een publieke kapel, bezoeken en daar bidden voor de overledenen, namelijk 6 onze vaders, 6 wees gegroeten en 6 glorie zij de vader, wordt gegeven een volle aflaat telkens als ze dat doen. Dus voor een volle aflaat te verdienen, er zijn niet onder de gewone voorwaarden, die worden niet meer gevraagd. Ze vragen gewoon dat men de 2 november telkens men een kapel bezoekt, totius quotius, dus telkens als men dus 2 dingen doet. Men bezoekt de kapel en in die kapel of die kerk of in dat oratorium, die bidplaats, bidt men 6 onze vaders, wees gegroeten en gloren zij de vader, voor de zielen van het vagevuur. En telkens zeggen we een volle aflaat. Maar je moet natuurlijk wel de bedoeling hebben om die aflaat te verdienen en inderdaad in staat van genade zijn. Dat is altijd vereist natuurlijk. Dan staat hier een opmerking bij. Indien die gelovigen verhinderd zijn, de 2 november, een kapel te bezoeken, want inderdaad, het is moeilijk om een kapel te vinden, want tegenwoordig zijn de meeste kapellen en kerken zijn vervallen door de crisis van de conciliaire secte, zijn dus kapellen geworden van een schismatieken en ketters. Dus en daar is het dus niet geldig, maar het moet een katholieke kapel een bidplaats zijn natuurlijk. Het moet katholiek zijn. En dat is niet meer zo, evident. Dus die zijn zeldzamer geworden. Bijvoorbeeld ook een kapel van de Broederschap Justine is niet geldig omdat zij schismatiek zijn. En objectief gezien staan een schismatiek buiten de kerk. Automatisch. Ze zijn schismatiek, want ze aanvaarden een antipaus als paus. Dus dat is een schisma. En dan dus degenen die dus niet in staat zijn om zo'n kapel te bezoeken op 2 november, zegt een decreet van de Heilige Penitentiarie van 2 januari 1939, dat is Pius XII heeft dat gedaan, die staat toch toe van deze totius quotius aflaat te verdienen, ofwel dus de zondag volgend de zon die volgt ofwel toen de 2 november natuurlijk ofwel de zondag erop, maar één van de twee, niet allebei, weet je? Dus je kunt altijd de 2 november verdienen als je dus kunt gaan, maar er staat toe dat de zondag erop
Dus de 2 november, zelf ook, dus als mensen die dus de zondag vond op 2 november, omdat dan de mensen zondag naar de mis gaan, en dan natuurlijk het gemakkelijker hebben om dan die oefening te doen, omdat ze toch naar de mis moeten gaan, dat ze dan natuurlijk die in zondag doen. Dus je kunt het doen op 2 november of de zondag daarop. De zondag erop, dat is de eenvoudige weg. Dat is de 5e november. Nu, ziet je. Dus 2 november of 5 november. En dan is er nog een aflaat die gekend is. Dat is die van bezoek aan het kerkhof. Aan de gelovigen die gedurende octaaf van dus de allerzielen, octaaf zijn 8 dagen, devoot en vroom een kerkhof bezoeken en die, ook al is het mentaal dus inwendig, een gebed doen. Dus je hoeft het niet hardop te doen, want normaal moet een gebed voor een aflaat moet hoorbaar gebeuren. Dus in dit geval zelfs een stil gebed. Dat ze zouden bidden voor de overledenen, wordt er verleend een volle aflaat. Ook weer aan de onder de gewone voorwaarden. Dus buiten het in staat van genade zijn, communiceer dezelfde dag of 8 dagen erop, bicht ervoor 8 dagen ervoor of 8 dagen daarna. En bidden voor de intentie van de kerk en dan een bezoek aan aan een kerk of kapel. Dus deze volle aflaat kunnen ze verdienen elke dag, dus 1 keer maar per dag, maar elke dag van het octaaf van de november. Van de, het octaaf van de alle zielen in het november valt. Aan degene die een bezoek doen aan het kerkhof, op eender welke dag door het jaar, wordt er gegeven 7 jaar aflaat, dus een gedeelte aflaat van 7 jaar. Dus toepasselijk op de overleden zielen. Overleden. Zo, dat zijn de belangrijkste aflaten voor de maand november. Misschien er zijn tientallen, zo niet honderdtallen mogelijkheden om aflaten te bedienen. Dus men zou best zulk een boek aanschaffen. Het bestaat ook in het Nederlands, maar alleen maar in de brocanterie. Dus een volledige codex van de afladen. Dit is in het Frans, die is nieuw uitgegeven, maar die is niet volledig, maar er staan wel de belangrijkste in. Dus deze staat zelfs in PDF op internet. Ik heb een link doorgegeven aan de mensen die op mijn programma zijn aangesloten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Je mag geloven, het is vandaag het feest van Allerheiligen. En dit is een heel belangrijk feest. Want het belangrijkste van het handelen is het doel, waarom. Want als er geen waarom is, dan doet men niets. Als er geen motief is, handelt men niet. Wel, Allerheiligen is het feest van de hemel. Het is de dag dat men aan de hemel denkt bij uitstek. Natuurlijk denkt men ook aan de hemel, bij Maria hemel, bij Jezus hemelvaart en Maria hemel, de hemelopneming. En ze wordt gekroond in de hemel enzovoort. Maar dit is specifiek, er is alleen maar 1 persoon die wordt verheerlijkt. Natuurlijk de belangrijkste persoon die er zijn, Jezus en Maria, natuurlijk. Maar hier heb je dus de ganse hemel met alle engelen en alle heiligen. Alle heiligen die worden vereerd, die niet in de missaal staan. Want er zijn inderdaad 3 lijsten van heiligen. De eerste lijst is, zoals ik zei, die van de missaal. Maar omdat er maar 365 dagen in het jaar zijn en de zondagen die geven voorrang aan de mysteries van Jezus, onze Heer Jezus Christus, en sommige zelfs dagen die in de week vallen ook, bijvoorbeeld kerstmis, dat is voor Jezus gereserveerd. Dus er zijn maar een beperkt aantal dagen waarin men een heilige kan vereren door de heilige mis en het brevier. En soms worden ze wel gegroepeerd, maar in ieder geval, het blijft beperkt tot een paar honderden, terwijl het dus duizenden, zo niet miljoenen, zo niet miljarden mensen in de hemel zijn.
Want wij zullen de gevallen engelen vervangen in de hemel. En er zijn zeer veel miljarden engelen geschapen en 1/3 is gevallen. Dus er zullen miljarden mensen in de hemel zijn. Dus die mensen kan men niet elke dag, dus ieder jaar, dus vereren door elke dag. Dat gaat niet. We zouden ze zelfs niet kunnen opgenoemd krijgen. Wel, de tweede lijst is dan die van het Martelarenboek. Het Martelarenboek is ook weer een liturgisch boek dat dient om de heiligen af te roepen en te herinneren onder het beviergebed van het morgengebed. Het eerste morgengebed is de primen. Ja, eigenlijk is het morgengebed de lauden. Dat is eigenlijk het morgengebed, maar de primen is het gebed voor het werk. Er zijn twee morgengebeden. Eén bij het opstaan, dat is de lauden. En dan één voor het begin van het werk, dat is de primen. Wel, onder de primen, primair, dat is prima het eerste uur van het werk, dat is 6 uur morgens normaal gezien, gaat men de lijst geven van alle heiligen die de volgende dag zullen vereerd worden, zodat men zich daar kan op voorbereiden. Dus dat is een grotere lijst dan die van de missaal. Dat zijn dan alle heiligen die dus in het Martelarenboek staan, alle heiligen die ooit door de kerk zijn heilig verklaard of zalig verklaard door een paus. Er staan niet de heiligen nog in die zalig verklaard zijn door een bisschop. Dat zijn plaatselijke heiligen. Daarvoor is nog iets anders. Ja, dat is eventueel... dat is nog niet verplicht dat die in de Martelarenboek komen te staan. Maar zeker en vast als een paus ze zalig verklaart en zeker als hij ze heilig verklaart. En die lijst is dus vollediger. Maar die bevat nog niet alle heiligen. Bijvoorbeeld, we hebben de moederkerk gehad. Dat zijn 12.000 mensen die gestorven zijn voor het geloof. Waar staan ze in het missaal? Waar staan ze in het Martelarenboek? Ze worden nergens vermeld in het Martelarenboek. En er zijn mensen die echt gestorven zijn voor het geloof. Er zijn vele heiligen. In Frankrijk waren er nog meer. In de Vendée waren er dus 300.000. Door het communisme zijn er nog duizenden, dus honderdduizenden gevallen. In de Gulag gestorven. Dus vervolgd door een geloof en gedood. Er zijn dus heel veel heiligen die dus niet in de missaal nog in het Martelarenboek staan. En toch wil de kerk ze vereren, want die behoren. Die hebben recht op eer. En vooral God heeft recht op eer, want God wordt verheerlijkt door zijn heiligen. De grootste glorie die God kan ontvangen, dat is een heilige in de hemel komt. Dat is de grootste glorie van God. Want de glorie van God is de publieke kennis van zijn oneindige goedheid. En die goedheid die manifesteert zich door schepsel te verhommelijken. Dat is de summe van goedheid. Van zijn eigen godheid te delen met een schepsel. Dus er moet geweten worden wie er in de hemel is. Hoe meer er geweten wordt wie er in de hemel is, hoe meer dat wij de goedheid van God zien en kunnen verheerlijken. De glorie van God gaat dus samen met het heil van de zielen. Dat begrijpt u, want de glorie van God wordt gerealiseerd door het heil van de zielen. Dat is één en hetzelfde. Dus wij worden gelukkig door de glorie van God. De glorie van God is dat hij ons juist gelukkig maakt. Dat is de glorie van zijn goedheid. De goedheid wil goed doen aan een ander. Dus dat is allemaal een heel prachtig mysterie. Wel, het is dus normaal dat wij, die tot diezelfde familie behoren, de kerk, dat wij, want alles is geschapen, alles dat door God gedaan wordt, alles wat er bestaat, is voor de glorie van God. Alles. God heeft geschapen om de mens naar de hemel te brengen, de glorie van God, de hel van de ziel. De voorzienigheid, hetzelfde. De verlossing is over hetzelfde. Dus als een mens dan geweigerd heeft, krijgt een tweede kans. De verlossing, die zelfs nog meer glorie heeft, want het is een groter werk dan de schepping, de verlossing. De schepping is van nul naar oneindig, dus van niets naar de hemel. En de verlossing is van min oneindig, van het doodzonde naar de hemel. Wel, dat geeft nog een grote glorie aan God. En dan de heiliging zelf, die door de Heilige Geest gebeurt, dat is natuurlijk ook een... dat is evident dat het ons rechtstreeks naar de hemel brengt. Dus alles wat er gebeurt op aarde en in het heelal is allemaal voor de glorie van God. Dus dit is een heel belangrijk feest dat wij eraan herinnerd worden aan het doel waarom we op aarde zijn. Wij moeten elke dag eigenlijk denken aan de hemel en aan die heiligen.
Want hoe kunnen we de hemel kennen als we de heiligen kennen? De heiligen, de hemel, dat zijn juist de heiligen die er wonen. Dat is de leven met God. Paradijs. Paradijs is Dios, dat is God. En para is zijn, bij God zijn. Bij God zijn. Dus de hemel zijn gewoon, dat is gewoon de gemeenschap van al diegenen die in de hemel zijn. Het is ook een plaats sinds dat er lichamen in de hemel zijn, namelijk lichaam bij Jezus, Maria en binnen en dan nadien bij de verrijzenis zullen ook alle lichamen zullen verrijzen. Wel, dierbare gelovigen, wij moeten daarover mediteren, over het geluk van de hemel. Of als we zouden gemotiveerd zijn om heilig te leven, om daar naartoe te gaan, om daar alles aan opofferen en daar alles voor over te hebben. Wij moeten dat doel bereiken. Dat we in vaak vallen, dat is triestig. En de hel, dat moet zeker niet te sprake komen. Dus wij moeten, als we meer zouden weten, als we zouden, zoals sommige zielen bevoorrecht zijn geweest, en die hebben heiligen zien verschijnen, heiligen die verschijnen zijn een soort vensters op de hemel, wel, die mensen zijn gemotiveerd geweest om aan die heilig te leven, want die hebben een voorsmaak van de hemel gehad. Op het einde van de tijd van Sint-Jacobus vragen wij ook deze genade, dat we een vertroosting zouden hebben, een voorsmaak, een kleine voorsmaak van de hemel, opdat we daardoor zouden gemotiveerd zijn om beter te leven. Dus dat is een genade die we kunnen vragen. Wel, dit is wat de kerk nu organiseert, met alle heiligen vooral, dat wij dus denken aan de hemel. En bovendien is er nog een voordeel, die heiligen die in de hemel zijn, die willen ons helpen. Want dat zijn inderdaad heiligen die dus de wil van God toepassen op een verplaagde wijze. En de wil van God is dat men zijn naaste bemint als zichzelf. En wij zijn hun naaste. En zij willen ons beminnen als zichzelf. Dat wil zeggen, zij willen het goed dat ze zelf hebben ook aan ons bezorgen. Trouwens, onze Heer Jezus Christus zegt het uitdrukkelijk. Doe aan een ander wat je zelf zou wensen voor jezelf. Wel, ze zijn blij dat ze in de hemel zijn. En zij voelen zich verplicht uit liefde. Zij worden gedrongen door de liefde tot God en tot de naasten. Om alles te doen om ons ook daar te brengen waar zij zijn. Dus voor ons is dat zeer voordelig. Daarom moeten wij die heiligen vereren. Zelfs degenen die ongekend zijn. Er zijn er meer die ongekend zijn dan degenen die gekend zijn. Dus daarom is het heel belangrijk dat die dag van vandaag, dat wij dat potentieel van genade die heiligen hebben, maar die ze ons niet kunnen geven, want we vragen het niet, dat we dat vragen. Het bewijs is dat Maria zelf beklaagt dat ze sommige genade niet kan geven, omdat ze niet gevraagd worden. Dus de genade moet gevraagd worden, omdat ze kunnen gegeven worden. Dus wij mogen niet vergeten die genade te vragen van die miljarden heiligen die in de hemel zijn, die niet aanroepen worden. Want ze staan niet in de missaal, niet in het materialogium. Dat is zo spijtig. Dat zijn genade die verloren gaan. Dat is ondenkbaar. Dus wij moeten absoluut, volgens mij, erg buitengewoon nog veel meer toeleggen op alle heiligen, niet alleen op alle heilige dag, maar het ganse jaar door. Dus niet alleen denken aan onze Engel de Vader en onze heilige patroon, dat is verplicht natuurlijk, dat is heel mooi, Maria, Jezus, Maria, Jozef, enzovoort, maar, en de heiligen van die je Allah roept, maar eigenlijk alle heiligen. We zouden elke dag alle heiligen en alle engelen moeten aanroepen. Bewijzen bijvoorbeeld de pastoor van Ars. Die heeft een heilige ontdekt, die ongekend was, de heilige Philomena, heeft ze binnen daar roepen en heeft al die mirakels die hij gedaan heeft, er zijn heel veel, heeft hij bekomen door die heilige. Dus had hij die niet aanroepen, had hij die mirakels niet kunnen doen, dat zijn mirakels die ze wil doen, dat ze genade die ze wil brengen op aarde, en daardoor heeft hij veel mensen bekeerd. Het gaat niet om de mirakels, het gaat om de bekering, het heil van de ziel. Dus je ziet hoe belangrijk dat is, dit feest van alle heiligen, dat wij dus ons toeleggen op al die zielen en die engelen die in de hemel zijn en die we anders nooit aanroepen. En die zoveel, die branden van liefde en dus van naaste liefde. Want Jezus zegt zelf, de liefde tot God en tot de naast is één enkele liefde. God rechtstreeks beminnen is God beminnen en de God onrechtstreeks beminnen is hem beminnen in zijn beeld en gelijkenis. En zij beminnen ons en zij willen ons naar die hemel brengen. Dus geef ze de kans om ons goed te doen, dierbare gelovigen. Dus het is heel belangrijk dat we ons daarmee bezighouden. En ondertussen geven ze ons, dus, ja, ze kunnen ons alles geven, maar vooral dus het voorbeeld ook, hoe dat we moeten leven om naar de hemel te gaan, om hen na te volgen. Dus het derde voordeel is, als wij dus die heiligen aanroepen,
En dat wij daarover nadenken, dat wij dus ook hun leven zouden kunnen. Ja. Dat leven kennen we dan niet van degenen die ongekend zijn, natuurlijk, maar we weten wel wat de heiligheid is. Jezus legt het hieruit in het epistel, de acht zaligheden. Het wordt uitgelegd in de spiritualiteit, ik geef daar cursussen over. Het is goed dat je dus elke dag eigenlijk een heilige leven leest van heiligen die dat in Matheologen, in de missaal staan, of Matheologen, een patlaagboek. Dat je tenminste dat leest. En die andere heiligen die je niet kent, die hebben ongeveer ook zo geleefd. Bijvoorbeeld de mensen van de boerenkrijf. Je weet dat dat vrome mensen waren en die zijn gestorven voor hun geloof. Dus het is niet moeilijk om je dat in te beelden, hoe dat gebeurd is. Dus dat ze daar hun leven voor over hadden. Dat is prachtig. En dierbare gelovigen, dit is vandaag dat grote belangrijke feest. Waar wij elke dag moeten aan denken, namelijk aan het doel waarom dat wij geschapen zijn, waarom dat wij hier zijn. En dat doel dat we moeten bereiken, en dat is dat inspanning gevraagd. We moeten gemotiveerd zijn. Dat is een universele wet, bijvoorbeeld zelfs voor dieren geldt dat. Het is bekend, als een paard de stal ruikt, gaat het vlugger lopen. Ziet je? Dus dat is een universele wet. Als wij meer aan het doel zouden denken, en we zouden ons gaan voorstellen wat het eigenlijk is, de hemel, dat is een deelname aan Gods geluk. Is God gelukkig? Nee, hij is niet gelukkig. Hij is geluk. Veel sterker. Hij is oneindig geluk. Wij zullen deel hebben aan zijn leven. We zullen deel hebben aan zijn kennis. We zullen deel hebben aan zijn kennis. Stel je voor, we zullen in God al de mensen kennen en waarom dat ze daar zijn. Want de glorie van God moet per definitie gekend worden, want de glorie van God is juist de publieke kennis van zijn goedheid. Dus met zijn kippen zijn, zullen we deel hebben aan die kennis van God. Dat is juist de zalige godsaanschouwing. Dat is een gave die we krijgen wanneer we sterven. Om God te zien dus. En in God te zien met hem. Dus een deel te hebben aan zijn intelligentie. En we zullen dan begrijpen en inzien zoals hij tegelijkertijd. Of als je wilt één voor één als je dat wilt. Dat staat u vrij, want je behoudt uw vrijheid in de hemel. Al die mensen en al die engelen. Hun leven, hoe dat Gods goedheid in hun leven heeft gewerkt, zult je allemaal kunnen zien. Zelfs zult je het kunnen zien van de ziel in het vagevuur, want ook tegenover de ziel van het vagevuur heeft God een oneindige barmhartigheid ontwikkeld, zelfs nog meer dan tegenover de heiligen, want hij vergeeft hun dus die beledigingen. Ze zijn nog aan het zuiveren in het vagevuur, maar ze zijn bestemd voor de hemel. God is bereid, ondanks hun zonde, van ze eeuwig in de hemel op te nemen. Dat is de buitengewone goedheid van God tegenover de zielen van het vagevuur. En dan zelfs die hier in de hel zijn een bewijs van Gods goedheid, want ze zijn in de hel omdat ze juist zoveel genade en goedheid hebben geweigerd. En zij willen zich niet bekeren. Dus ze hebben de kans gehad en het is uitsluitend door hun eigen schuld. En God heeft ze achtervolgd met zijn goedheid tot het einde van hun leven en ze hebben niet gewild. Dus ook daar zie je weer het verhaal van Gods goedheid, maar dan die geweigerd wordt. Gods goedheid die geweigerd wordt. Wel, die waar gelovigen, Gods goedheid moet gekend worden. Daarom zullen wij. Dat is een van de bezigheden, van de activiteiten die we in de hemel zullen hebben. Buiten dat we God zien zoals hij is, dat een buitengewoon geluk is. Een geluk van God zelf. Want hij brengt dus de zoon voort. Dat is dus de kennis van zichzelf en uitgedrukt in God. Dat is God de Zoon. Wel, wij zullen daaraan deel hebben. En ook aan het genieten van God, dat is dus de ademing is van de Heilige Geest. Dat is de liefde van God. Daar zullen we aan deel hebben, maar ook aan andere geluchten zullen we deel hebben. Bijvoorbeeld het gemeenschap van die heiligen. We zullen kunnen communiceren met die heiligen die we wensen. Er zijn miljoenen, miljarden heiligen. We zullen daar kunnen mee een persoonlijk contact kunnen hebben. Dat is normaal, want de liefde vraagt contact. Dus er is vriendschap. Dan als ons lichaam gaat verrijzen, komt er nog een genot bij, een beloning bij, namelijk dat ons lichaam zal deel hebben in dat genot van de ziel. Je gaat mee genieten in het paradijs. Hierbij gelovigen, het is heel belangrijk dat wij mediteren over de hemel, want dat motiveert ons om daar naartoe te gaan. En ten tweede, daardoor mediteren we automatisch over de heiligen en de engelen te zijn. En daardoor gaan we ze aanroepen en krijgen we hun hulp die we heel hard nodig hebben. En wij kunnen ze mediteren
en probeer uw neven na te volgen, want woorden werken, wekken, maar voorbeelden trekken. Hierbij geloven, dat is het buitengewone feest van alle heiligen. We vragen ons, lieve vrouw, om dat gans ons leven elke dag eigenlijk te beleven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.